A Magazine. Met al het nieuws uit de gemeente Altena. Met dit uur... Fiets en ontdek jouw dagelijkse eten langs de weg. Je dagelijkse eten kopen bij stalletjes langs de weg, kwekerijen, boerderijen en kleine winkeliers. Zoveel mogelijk eten uit je eigen streek, minder plastic verpakkingen verbruiken, minder verspilling. En je steunt er ook nog eens de ondernemer uit jouw regio mee. We gaan zo meteen praten met Jacoline Peek-Hamoen. Zij is voorfietser van Fietsen Volg Mijn Eten in Altena. Een bijzonder initiatief wat op Facebook groeiende is. En we gaan zo meteen met haar maar eens praten over dit bijzonder initiatief. Fiets en ontdek jouw dagelijkse eten langs de weg. Ja, je dagelijkse eten. Kopen bij een stalletje langs de weg. Kwekerijen rechtstreeks bij de boer of bij een kleine winkelier. Zoveel mogelijk eten uit je eigen streek. Minder plastic verpakkingen gebruiken. Minder verspilling. En je steunt ook nog eens die ondernemer uit je eigen regio. We gaan erover spreken met Jacoline Peek. Zij is voorfietser van Fietsen Voor Mijn Eten Altena. Jacoline, goedemorgen. Goedemorgen allemaal uit Altena. Ja, Jacoline, waar komt dit idee vandaan? Nou, ik heb vorig jaar Maya van der Ende ontmoet. En die fietst al 3 jaar lang op de fiets haar dagelijkse boodschappen bij elkaar in de supermarkt om. Zij heeft dat in haar gezondheidspraktijk merkte zij dat mensen toch moeilijk in beweging te krijgen zijn. Nou, in deze tijden van corona mag je heel veel dingen allemaal niet, maar fietsen mag je en je mag eten kopen. En hoe is dat leuker om dat lokaal te doen? En de mooiste plekjes langs de weg te vinden in je eigen gemeente. Ja, ja, als ik op zoek ga op internet naar fietsen voor mijn eten, dan zie ik heel veel initiatieven uit heel Nederland. Is dus Altena een nieuwe regio die erbij is gekomen? Ja, klopt. Ik ben als 15e of 16e regio bijgekomen die een lokale Facebookgroep heeft waarin je de bewoners ook graag actief mee helpen om nog meer plekjes te ontdekken waar je boodschappen kan halen. En vooral te inspireren, mensen in beweging te zetten. Je hebt een doel om te gaan fietsen. Je hebt niet het idee van, oh, wat moet ik nu weer gaan fietsen? Maar je hebt nu een doel om bijvoorbeeld langs een route de stalletjes op te zoeken en je boodschappen even mee te nemen en lokaal te vullen. Zoals ik gistermiddag met mijn buurvrouw Anna in Uppel, waar ik woon, kwam bij Spalk Lootwijk bijvoorbeeld aan. En nooit geweten dat ik een winkeltje zat. Dan denk je, nou, in je eigen buurtschap is er ook nog genoeg te ontdekken. En dan wil ik graag voor heel Altena op de kaart zetten. Ja, ja, dus kortom, het doel is om dus met de fiets de boodschappen te halen gewoon bij de boer om de hoek. Maar dat is wel, neem ik aan, een tijdrovende klus om op de fiets te stappen en dan langs al die verschillende adressen te gaan. Hoe ziet u dat? Ik heb gisteren dus een route gedaan van zo'n 20 kilometer. Maar goed, je kan ook kortere routes doen. Dat was een rondje Uppel, Uitwijk, Woudrichem, Sleewijk. Maar je kan ook dichterbij doen natuurlijk in je eigen omgeving. En ik heb daar ook een vrijwilliger Bert van Houwelingen bij die daar ook een mooie routes voor gaat doen die wat korter qua afstand zijn. En hoe meer stalletjes bekend zijn, hoe leuker je een korte route ook kan maken waar je verschillende producten als kaas, brood, vlees bij elkaar kan halen. En het zijn niet alleen de boeren, maar ook de kleine middenstanders waar je bij de bakker en de slager je boodschappen kan doen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het ook gewoon heel leuk, want je ontmoet ook nieuwe mensen, nieuwe ondernemers misschien die je nooit eerder, hè, wat u net zelf vertelde, nog nooit eerder hebt ontmoet. Nee, inderdaad. En gisteren heb ik ook een aantal keer een live video gedaan. En mijn buurvrouw wilde eigenlijk om 4 uur thuis zijn. Nou, om 5 uur waren we nog niet thuis. Omdat het gewoon gezellig is om onderweg dan even een praatje te maken. En wat is er dan allemaal? En dat je mensen uit grote steden ook tegenkomt die in Uppel en in regio Altena hun boodschappen komen doen. Dus ik zou zeggen, samen maken van Nederland de gezondste gemeente van Nederland. Ja. Ja, ja, precies. En eet, drink, geniet heerlijk en eerlijk van het platteland, waar niet mee geknoeid is en puur uit je eigen streek. Ja, ja, Jacoline, nu is het ook zo dat mensen dus van tevoren op de website kunnen kijken welke ondernemers aangesloten zijn. Dus mensen kunnen het rondje ook zo groot of zo klein maken als ze dus zelf willen. Ja, inderdaad. Ja, ja, zeker. En je hebt dus de website waarop je op de kaart aanbiedt. Kunnen gewoon gratis hun eigen adres opgeven, aanmelden daarin. Op het tipformulier fietsenvoormijneten.nl/tip.
En als je kijkt op regio Altena, dan kan je zien wat er al is ingevuld. Daar missen ook nog een hele hoop. Dus ook uit alle omstreken van Altena, let op wat er nog mist en voeg ze toe. En in de Facebookgroep kan je dus ook foto's plaatsen van wat je ervan gehaald hebt of wat je ervan gekookt hebt. Recepten kunnen gedeeld worden, fietsroutes kunnen gedeeld worden. Laten we er nog een zelfde club voor maken. Ja, ja. En ja, ik ben in januari begonnen. En binnen een week zaten we binnen een week op 100 deelnemers, leden in de groep. En dat ging zo hard dat ik om handjes extra vroeg. En vrouw te hoog waard, Janneke de Vries, sloot me gelijk aan. En inmiddels zitten we boven de 650 leden die meekijken en reageren en doen. En heel veel andere mensen ook uitnodigen in de buurt, vrienden, collega's, maar ook recreanten. Ja, ja, ik ben sinds van de week ook lid van de Facebookgroep. En ja, het valt mij op, het zijn vooral ook een groepje mensen die de schouders eronder zetten. De wereld verbeteren, minder plastic verbruiken, beter voor je eigen gezondheid. Het is een hele positieve groep, hè? Zeker weten, ja. Het heeft beweging, sport in zich, gezonder eten, bewuster ook de lokale ondernemers te steunen. En ook een gezellige groep van te maken en daarmee een nog gezelliger en gezondere gemeente moeten maken. Nou, mooi om te horen. Goed, nog eventjes de boekhouding op een rij. Waar kunnen mensen de Facebookpagina vinden? Dat is fietsen voor mijn eten, streepje Altena. Nou. Als ik in Facebook op de groep zoek fietsen Altena, komt u mij gelijk bovenaan. Maar dat is misschien omdat ik er erg actief in ben. Volgens mij moet u zo te vinden zijn. Nou. En dan, je kan sowieso al meelezen. Het is een openbare groep. Maar als je dingen in wilt delen, een bericht wil plaatsen, dan moet je even lid worden. En het kost niks. Het kost niks voor de ondernemers, maar ook niet voor de bezoekers. Om vooral zo drempelloos mogelijk mee te kunnen doen. Nou, mooi is dat. Goed. Ja, Coline Beek, u bent een volfietser van de Fietsen voor Mijn Eten Altena. Nou, bedankt voor het gesprek en voor uw enthousiasme. En succes. Oké, dankjewel. En we zouden graag nog meer leden willen toevoegen aan de groep. Dus deel en nodig graag uit. En dankjewel voor de tijd. Ja, graag gedaan. Dag hoor. Oké, groetjes.